or later. And when we are not with 100% on the pitch, we have no chance against these teams, that's for sure. If we have 100%, we are competitive, but if not, no chance. And the only sequence in this match where we were competitive was, let's say, 20 minutes after the first half. It was nearly okay, but not more. And so, all in all, I'm very, very disappointed about the performance, not about the result, because again, you can lose, but not when you're not. I have not the feeling that we showed our best face, and this is I don't like it. Thank you. Dank u voor de analyse. Dan luisteren we ook naar de analyse van de coach van A-Gent, Hein van Hazenbroek. Coach, jouw analyse alsjeblieft. Ja, ik had gezegd voor de wedstrijd dat wij tegen een ploeg speelden die verdiend bovenaan stond. Ik blijf daar ook bij. Ook al is de ploeg die nu bovenaan staat ook supergoed bezig. Maar ik denk dat ze vandaag inderdaad de minste match hebben gespeeld van de competitie al. Daar zit natuurlijk ook wel een beetje onze inbreng voor iets tussen. Maar toch, ik heb Eupen al beter zien spelen dan vandaag. We hebben ze zelf in de wedstrijd gehouden. We hadden het veel vroeger kunnen afmaken. Maar ik vind het positief dat we zoveel open kansen hebben gecreëerd. Nog een stuk meer dan in zo'n vorige matchen. Ik volg hem volledig in zijn analyse over de penalty. Ik moet zelf ook zoeken wat daar is gebeurd. Ik zie er ook weinig aan. Oké, dat is de eerste keer dat ons dat overkomt, dat er iets in ons voordeel uitdraait. En dan hebben we zelfs nog twee tijden weer nodig om hem binnen te shotten. We worden het gewoon. Hè. Mensen vragen of je er nerveus van wordt. Nee. Maar ik ben wel positief in het gegeven dat we met Laurent de Poitre iemand hebben die in staat is om de druk te zetten die we willen zetten. En die ook de progressie maakt door nu veel meer betrokken te zijn bij de kansen ook. Een match tegen Brugge en zo meer deed hij ook, zette hij ook die druk. Ook tegen de Polen. Maar was hij dan nog niet echt optimaal betrokken in die kansen, of nog niet genoeg, niet vaak genoeg. Nu zat hij er bijna altijd tussen. Dus dat is de volgende stap, zou ik zeggen, voor hem. En de next step is ze afmaken, of er toch een deel van afmaken. En dat komt wel terug. Je mag niet vergeten dat Laurent, naast die twee goals die hij al gemaakt had dit seizoen, zijn vorige doelpunten dateren van voor mijn periode, oktober vorig jaar, denk ik, tegen Beerschot. En de vorige van januari zelfs. Dus dat is heel, heel lang geleden. Is zo lang oud geweest. Heeft zo lang moeten werken om terug te keren. En oké, hij zal ontgoocheld zijn over het feit dat hij niet meer doelpunten heeft gemaakt vandaag. Maar ik ben tevreden. Dus je weet, ja, op dat vlak ben ik misschien anders dan de anderen. Maar ik ben echt heel tevreden over zijn prestatie. En ik ben ervan overtuigd dat hij naar de toekomst alleen maar gaat groeien. En we hebben gelukkig niet moeten wachten tot de laatste minuut voor het tweede doelpunt te maken, want dan weet je nooit dat er eens een bal verkeerd valt. Agbadou krijgt de kans om te koppen. Ik herinner mij in de vorige matchen dat ze heel vaak op die manier gewoon die bal binnenleggen, goed deviëren en nu kopt hij hem erover. Kopt hij hem binnen, is het 1-1 denk ik op dat moment. Het was geen open doelpoging, maar ze hebben wel al vaak zo gescoord. Dus Eupen had normaal in de vorige match niet zo heel veel nodig om te scoren. Ze hebben vandaag ook niet veel gekregen. Maar als je geen tweede doelpunt maakt, ja, dan speel je met vuur. Hè. En gelukkig hebben we niet moeten wachten tot het absolute einde. Is dat tweede doelpunt toch iets vroeger gekomen, waardoor dat we dan toch de match volledig hebben kunnen uitspelen. En er misschien nog hier en daar eentje bijleggen.